Welkom bij Wonen in Zeeland. Deze aflevering staat in het teken van beestjes. Nou, ik als dierenvriend wil er natuurlijk alles van weten. Dan heb ik het niet over dieren in de dierentuin, maar meer een soort huisdieren. Peter, jullie bestrijden ongedierte. Over welke dieren en beestjes hebben we het dan? Ja, eigenlijk over alles wat voorkomt. Dat kunnen ratten zijn, muizen, kakkerlakken, krekels, wespen, mieren. Dat kan eigenlijk alles zijn. Dat kan eigenlijk alle kanten op. Ja. En op welke manier bestrijden jullie die? Het eerste wat wij altijd doen is kijken van waar zit het probleem, waar komt het vandaan en wat is de oorzaak. Ja. Dus als we de oorzaak aanpakken, dan is daarna is de volgende stap bestrijden. Niet andersom. We gaan niet eerst bestrijden en dan pas kijken van waar komt het probleem vandaan. Nee. Maar stel je voor dat je een bedrijf hebt waar heel veel ratten zitten, dan heeft dat altijd een oorzaak. Dan heeft dat te maken met hygiëne, een pand wat open is, rioleringen die kapot zijn. Dus we gaan eerst een inspectie houden bij dat bedrijf en dan kijken we van nou, dat is het probleem, dan gaan we eerst dichtmaken. Op het moment dat het dicht is, dan gaan we pas actie ondernemen. Ja. Ja. Zijn er nu ook dieren waar jullie niks aan doen, die jullie niet bestrijden? Ja, die zijn er zeker. Te denken aan bijvoorbeeld vleermuizen, roofvogels. We kijken ook altijd eerst van, is het wel een erg probleem? Ja. Je kan je voorstellen bijvoorbeeld wespen. Normaal gesproken zou je zeggen van, gelijk bestrijden. Maar we kijken ook van, zitten die wespen echt achter in de tuin en geven ze geen overlast? Laat ze dan lekker zitten. Ja. Want een wesp is nuttig. Die vangt per wesp misschien wel 10 tot 12 muggen per dag. Of kleine insectjes. Dus we houden het ook schoon rond je huis. Maar op het moment dat het echt overlast geeft, ja, dan moet je er eigenlijk wat aan doen. Ja. Maar zolang je er geen last van hebt, laat ze lekker zitten. Ja. En bij vleermuizen bijvoorbeeld? Vleermuizen kunnen overlast geven doordat ze lawaai geven. Nou, dan zeggen wij altijd van, we gaan eens kijken. Heel vaak denken mensen aan muizen op het dak. Nou, dat zijn bijna altijd vleermuizen. Nou, vleermuizen zijn ook nuttig, van heel veel langpootmuggen. Ja. En, ja, daar moet je eigenlijk ook niks aan doen. Ze zijn ook beschermd. Je mag ze ook niet verstoren volgens de Flora en Fauna wet. Maar je kan bijvoorbeeld wel kun je een wering plaatsen als het echt heel veel overlast geeft. Nou, ik moet zeggen, ik ben zelf ook best wel een dierenliefhebber. Yeah. Dat klinkt misschien gek van een ongedierte bestrijden. Yeah. Maar die dingen liggen heel dicht bij elkaar. Yeah. Ja, het kan zielig zijn, maar we doen ook heel veel beesten. Vooral zoogdieren doen we eigenlijk altijd herplaatsen. Ja. Behalve ratten en muizen, knaagdieren, dat is dan een uitzondering. Maar bijvoorbeeld ganzen. Als het er veel zijn, dan verplaatsen jullie gewoon. Ja, verwilderde katten bijvoorbeeld op een industrieterrein. Die worden gevangen, die gaan vervolgens worden die naar het asiel gebracht. Ja. Wordt netjes geld voor betaald aan het asiel, afstandsrecht. En bij het asiel bepalen ze wat ermee gebeurt. Ja. Ja, maar nu is het warm weer. Wat voor problemen kom je dan nu tegen? Veel? Nu op dit moment heel veel problemen met wespen en mieren. Ja. Bij mieren is het eigenlijk ook zo. Zolang je mieren in de tuin hebt, moet je gewoon niks aan doen. Maar als je ze binnen hebt, dan is het heel vervelend. Maar dan nog, dan hoef je niet altijd met zware geefmiddelen. Tegenwoordig hebben we een soort shell. Dat brengen we aan in een paar kleine hoopjes, ook veilig voor kinderen. En dat gaat eigenlijk heel snel, kan dat zo bestreden worden. Maar als het in de tuin zit, ja, laat het dan lekker zitten. Ja, nou goed, duidelijk. Ja. Dankjewel. Oké.